It's me, Mario. Woehoe. Dit herken je vast. Het is de wereldberoemde stem van Super Mario. En dit is de man die dat doet. Hi, I'm Charles Martinet. I'm the voice of Super Mario and Super Luigi. Maar na 27 jaar gaan de stemmen veranderen. Dat hebben de gamemakers bekendgemaakt. No! Charles Martinet stopt dus met inspreken. Even terug naar hoe het allemaal begon. Mario was 42 jaar geleden voor het eerst in een game te zien. Toen kon hij nog niet praten, maar dat veranderde 15 jaar later. It's me, Mario! Hallo! It's me, Mario! Woohoo! In een interview vertelt Charles Martinet hoe hij de stem bedacht. And I thought to myself, video game? I don't know anything about video games. And all of a sudden I hear action. I go, hello, I'm a Mario. Let's make a pizza pie together. You go get some sausage. I'm going to get some spaghetti. We put spaghetti in the sausage and the pizza. And he said, you know, cut, stop talking. There's no more tape. All right, thanks. We'll be in touch. And I thought that was, you know, okay, there's the door. We'll see you later. And he calls Nintendo. I found a Mario. I got him. De stem van Charles Martinet werd wereldberoemd. En de games met Mario mega populair. Wakker ben. Soms de meestal moet ik dan eerst de tafel dekken. Ja, dan zit ik er meteen weer achter. Speel je nog eens buiten ook? Of? Niet zo vaak. En Charles Martinet was niet alleen te horen als Mario en Luigi. Hij sprak ook de stemmen in van de slechterik en Wario en Waluigi. En I was even Donkey Kong one point. Toch was hij niet altijd dé stem van Super Mario. Want in de Super Mario film die dit jaar uitkwam, werd de stem ingesproken door een andere acteur. Oh, I got this. No problem. Charles Martinet is wel te horen in de film, want hij sprak de stem van de vader van Mario in. Too much. It's perfect. Wahoo! En dat deed hij ook in het Nederlands. Te veel. Het is perfecto. Maar ja, perfecto, daar denkt Nintendo toch anders over. Want na al die jaren gaat de stem van Mario dus binnenkort veranderen. Waarom Charles Martinet stopt is niet bekendgemaakt. En het is ook nog niet duidelijk wie de nieuwe stem gaat inspreken.